Ik wil jullie graag van harte welkom heten op deze voorstelling van het nieuwe boek van Louis Ide. Als er dus één thema is waar wij en iedereen en de verzamelde media van wakker liggen, dan is het wel onze gezondheid. En de manier waarop die ter harte wordt genomen door wat wij plegen te bestempelen als onze gezondheidszorg. Wat we dus nodig hebben, dames en heren, is een klare kijk op de zaak. Een heldere analyse van wat er goed, maar ook van wat er fout gaat. En hoe wat er zoal fout gaat, kan worden geremedieerd. Op een realistische, pragmatische, verantwoorde en ook betaalbare manier. Ik hoop voor jou dat er over enkele jaren niet nog een vierde loof der gezondheid zal moeten verschijnen, omdat er weer niets veranderd zal zijn. Dank u wel. Alsjeblieft. We zijn hier bijeen om mijn derde boek voor te stellen en ik ben daar ook bijzonder verheugd over dat ik ontvangen ben in het Hoger Instituut van de Wijsbegeerte door rector Rick Torfs, die mijn boek heeft ingeleid. Het is het derde boek in de reeks Lof der Gezondheid. Ik hoop het laatste boek. Ik bied eigenlijk nu de sector een vorm van aanbod aan hoe we de gezondheidszorg kunnen veranderen, zodat iedereen er zich goed in voedt, zodanig dat de patiënt een nog betere kwalitatieve toegankelijke gezondheidszorg heeft en het aangenaam is voor de zorgverstrekkers om in te werken. Dat is eigenlijk de kerngedachte in mijn boek. Ik bied dat aan, ik hoop na de verkiezingen toe en na de verkiezingen dat de kiezer ons een mandaat geeft om dit te realiseren. Waar zit volgens mij een heel grote vraag vandaag voor de politiek? Heeft de politiek al dan niet het recht om heel discretionair bepaalde beslissingen te nemen voorbij essentiële grondbeginselen van efficiëntie, ja of nee? Hoeveel spel heeft vandaag, hoeveel ruimte heeft de politicus vandaag? Hoe ver kan hij gaan in zijn keuzes? In een samenleving waarin het financiële schaarstebeginsel heel duidelijk is en wij ook puur monetair niet meer onze eigen weg kunnen maken. Er is geen ruimte meer voor een Cuba aan de Noordzee of zo. En hoe ver mogen wij dan gaan? En dan moet ik toch eerlijk gezegd zeggen dat ik de laatste maanden een paar gevallen heb gezien, ook hier, door hier te werken op deze plek, die mij zeer hebben verbaasd. Hoe, en het ging er daarnet ook al even over, de regels van de contingentering blijkbaar minder belangrijk worden als je ze eerst maar heel duidelijk overtreedt. Dus je gaat mensen dan voor een voldongen feit proberen te plaatsen. En het komt er vooral op aan om de regels te durven overtreden, omdat je weet dat er daarna toch een regularisering komt. Wie zich aan de regels houdt, is de sigaar. Wie weet dat er altijd nog een politiek recuperatiemoment mogelijk is voor het vieren van de teugels, is de overwinnaar. Dat zijn twee heel verschillende concepten. Politieke partijen die daar de teugels vieren, ondergraven onze schone Belgische staat. Dat zou je zelf moeten beseffen. Wie zijn de ondergravers van het systeem? Degenen die niet op een moderne manier aan politiek willen doen. Vele mensen hebben de indruk dat wij een perfecte gezondheidszorg hebben. Alleen betalen wij al 10,5 miljard euro per jaar uit eigen zak. Naast nog een aantal andere problemen. En vandaar, de gezondheidszorg is ziek. Ze kan genezen worden, maar dus is er een therapie nodig. En ik hoop met mijn boek een voorschrift te geven van therapie om die gezondheidszorg te genezen. Dit is geen asociaal boek. Louis Ide wil duidelijk solidariteit als basisprincipe behouden en heeft duidelijk zijn bedenkingen bij de platte commercialisering die geruisloos in ons systeem binnensluipt. Zijn rode draad is juist dat die verspilling van solidaire middelen van de ziekteverzekering asociaal is, dat elke euro moet omgedraaid worden. Waar hebben we dat nog gehoord? Hij wil ook duidelijk af van de restanten van een paternalistische geneeskunde. Op diverse plaatsen trekt hij de kaart van patiëntenparticipatie met heel concrete voorstellen. Ik daag u uit, of ik nodig u uit, om het te lezen. Het is bijzonder creatief, maar ook bijzonder concreet en denk ik uitvoerbaar. Professor Dirk Raamakers heeft een mooie, eerlijke, intellectuele analyse gemaakt van het boek. Dat is uit onverdachte hoek en dat doet mij bijzonder veel deugd dat men op een bepaald moment, zelfs in verkiezingstijd, nog de waan van de dag kan overstijgen om intellectueel eerlijk een boek te beoordelen en op zijn merites te beoordelen zodanig dat we misschien ideeën aanleveren om die gezondheidszorg, die goed is, maar nog veel beter moet en geremedieerd moet worden en betaalbaar te houden, om dat te realiseren.